Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en Pepsi Max. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Henderson in één tijd, ja, dat is de buitenkant van de paal. Hij werd onder druk gezet door Estupiñán en dan had hij niet veel tijd. Salah, dat is misschien wel de beste finisher. Hij plaatste hem erover. Nog eens een mogelijkheid voor Liverpool. Diaz nog een keer. Diaz en weer kan Rooney hem niet in één keer vasthouden. En ook niet naar de buitenkant wegduwen, nee, naar het centrum. En nu was het niet de bedoeling van hem vasthouden natuurlijk, maar voor jouw geluk dat er geen Liverpool-speler op in kon lopen. Gaat niet blijven duren, denk ik. Hier is Salah met een uitstekende bal tussen doelman en verdediging. Diaz, Mané gaat trappen. Mané, afgeweken bal en naast. Caprioleert naast de verste paal van Rooney. Dit was toch een hele grote waarschuwing voor Villarreal. Sadio Mané dicht bij de openingstreffer. In de laatste vijf minuten van de eerste helft. Thiago op de paal, op de kruising zelfs. Thiago Alcantara. Ja, die denkt, het is niet makkelijk al combineren. Dan ga ik het eens proberen. En hoe? Hier is Luis Diaz. Ja, mooie bal van Trent Alexander-Arnold. En Luis Diaz toch al met zijn derde doelpoging tussen de palen van de avond na twee afstandsschoten. Nu een kopbal. Ja. Mooie lichaamsbeweging van Thiago. Dan een beetje verrast denk ik, maar nee, dat Diaz hem liet lopen. Henderson overgenomen, krijgt hem terug van Mo Salah. Afgeweken bal en binnen. De voorzet valt in de goal. En Liverpool heeft de bandmarkt opgebroken. Jordan Henderson juicht. En Rooney is gefrustreerd, maar het staat wel degelijk 1-0 voor Liverpool. Na 53 minuten de voorsprong meer dan terecht. En de nul houden was de bedoeling voor de Spanjaarden, maar ze zijn niet in een opzet geslaagd. Salah krijgt ruimte aan de rand van de 16. Moet je niet doen, daar is de kans voor Mané. Het is 2-0, Sadio Mané. En dan gaat het plots snel op 2 minuten tijd van 0-0 naar 2-0. De vierde Champions League goal van dit seizoen door Sadio Mané. En het komt natuurlijk ook door de tijd en ruimte die de Egyptenaar Mo Salah kreeg aan de rand van de 16. En hij met een doorsteekpaas naar Mané. 2-0. Ja, een trap van op afstand en Rooney, ja, in de lijn van zijn wedstrijd zou ik zeggen, heeft alle moeite met weliswaar een strak schot van Virgil van Dijk. Op aanvraag. Hij komt er met de schrik vanaf. Luis Diaz, mooie beweging, plaatsen. Aangeraakt nog, we krijgen een hoekschop. Blijft binnen en nu omschakelen maar. Liverpool moet vaart maken. Het is 4-5, Salah.
Het lijkt op niks uit te draaien, maar wie weet, het kan nog met Luis Diaz. Luis Diaz voorbij zijn man en dan kruist hij zijn schot een beetje te veel. Einde van de wedstrijd, zegt Marciniak. Liverpool maakt korte metten met Villarreal. Het was geen 3-0, zoals Gert pronosticeerde, maar het scheelde niet veel. Het had zeker gekund. Ja, dat is jammer. Een verdiende zege, Gert. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en Pepsi Max. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.